met wat gevoelige oren, klik nu meteen weg, anders ga je dood. Ik ben Peppa Pig. Godverdomme, ben je Jezus of zo? Je viel zo uit de lucht. Dit is mijn kleine broertje George. Lekker om in een pan te doen. Dit is mama Pig. En dit is papa Pig. Tering, veel te vet om in een pan te doen. Peppa Pig. Op een dag in het rustige dorpje. Oh wacht, het is maar één huis. Peppa, George, mama en papa Pig zitten lekker te smikkelen. Het is een prachtige zonnige dag en Peppa en George kunnen niet wachten om in de tuin te gaan spelen. Mama, mogen we alsjeblieft buiten spelen? Nee, jij achterlijke varken. George de hik heeft. Jongens en meisjes, dat noem je nou logica. Maar zijn hik is over, mama. Niet liggen, anders maak ik spare ribs van je. When you try your best, but you don't succeed. Of niet soms, George? When you try your best. Waarom hebben jullie geadopteerd? Nou, oké, jullie mogen buiten spelen. Maar pas wel een... Haha, we lachen door jullie heen zonder enkele reden. George vindt het leuk om buiten te spelen. George, ik gooi de bal en jij moet hem dan vangen. George, stop eens met die hik. George. Ik kan er niks aan doen, achterlijk varken. Nu moet je de bal naar mij gooien en moet ik hem vangen. I believe I can fly. Ik ga vragen aan mama of ze sperries van je wil maken. George! Lieve help, de hik van George verknoeit het spelletje. When you try your best, but you don't succeed. George, ik weet hoe je van de hik afkomt. Dan moet je doen wat ik zeg. Wrijf eerst over je bek en daarna over je buik. De oplossing voor de hik heeft dus niet geholpen. George, je hebt het verkeerd gedaan. Ik weet nog een manier om eraf te komen. Eerst spring je 3 keer op mijn hoofd. En nu zwaai je met je armen op en neer en steek je je tong uit. Steeds de hik. Ik weet het. Om van de hik af te komen... Moet je me anus afleggen.